just five. That's just enough. So cheap. Camisa right. Sensei right. Staand met de arm gestrekt, richting onderkant van de
sáu, chín, gó, lô, chít, ách, hít, ní, 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 sáu, chín, gó, lô, chít, ách. Okay, klein momentje. De één gewonnen. We moeten niet onderschatten dat hij er is. Ik kan wel zien dat hij de beweging goed deed. Hij gaat precies hier liggen. Ja, precies voor. Ik schoon maar ploeg en hij is het zelf reguleren. Ik zal maar even studeren. Tot vanavond. Om jullie te verbazen. Je had bodywerk schouder. Thank you.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, that was success cue. Thank you, John. After five cue opening, and each, me, some, she, go, lock, six, hatch, each, me, some, she, go, lock, six, hatch, go, PQ, and each, me, some, she, go, lock, six, hatch, each, me, some, she, go, lock, six, hatch. Oké, we beginnen met het zevende Q-examen. Welke tweetal gaat als eerst? Hij. Ja, dat is wel heel snel. Ja, begrepen. Ze zijn net klaar, niet waar jullie al... Oh, zo. Oké, wat we doen. Ik voer het uit en die blijft gewoon herhalen, die techniek die ik net gezegd heb, tot ik de volgende zet. En dan begin daar. Ja, wie begint met het uitvoeren? Is je goed, vriendjes? Ja, ja, ja. Kijk, dit is het blending gedeelte, hè? Die blenden ze samen. Kijk, hier zijn die geblend, perfect. Ja, geen probleem. Gaan we. Het is de Cretaceous coaster door die kopje naar de kruis links. Foto in ieder geval. Thank you.
wat ze door die kokje naar show me the Illuminati code.
key uitstuurt, dus het liedje in hand aan. Nou, jij hebt dus met je linkerarm. En wacht. Yes. En jij ook kalmte. Dus als zij klaar aanbiedt, wacht nog even, jij biedt aan. Jij wacht nog steeds. En dan ga je ook kalm aanvallen. Yes. Yes.
Zo moet je hier ook jagen. Thank you.
bij Koot uitgekomen. We beginnen met Shogun en Chico Finale. Thank you.
die sy ry. Sensei ry. Nou, as jy geniet, is een lange zit. Ik weet niet of je ook aan de kant denk ik, maar het is echt dubbel en dwars zwaar. Het is echt leuk om te zien, maar het is straks maar één voor één wat zeggen. Super, dank jullie wel. Om te zien is die opbouw, hè, in de examens kan je dat zien, hoe het niveau groeit, zeg maar, van 7 naar 4 Q. Leuk om te zien. Het een is niet beter dan het ander, maar je kan gewoon goed zien hoe het zich ontwikkelt, zeg maar. En nou is iedereen anders, dat kan je ook zien, maar je ziet toch daar een groeiende lijn in. Laatst bij jou kun je het heel mooi zien. Je schuurt al tegen de derde Q aan, eigenlijk het dynamisch niveau. Het is de laatste keer dat je kota en junta doet. Ik bedoel, van, je liet nog goed kota junta zien, maar de volgende keer zal je real-time doen. Je ziet dat je daar allemaal klaar voor bent, zeg maar. Je verder kan ontwikkelen en dynamisch. Hè. En al die stapjes daarvoor, je bij het 7Q begin dat heel statisch. Om, ja, zo zie je het mooi zo doorgroeien. Viel mij tenminste echt op. Nou, degene die dat nog niet. Straks vraag je en roep ik je naam en dan als je daar wil gaan zitten, dan maak een buiging naar elkaar, doe niet te dichtbij. Geen zo'n hoofdpijn, ook niet te ver weg, want dan kan ik er niet meer bij. De eerste keer, de rest heb ik al een keer een hele maand. Beginnen we met Bas. Het zag er gewoon helder uit, wist precies wat je aan het doen was. Ik kan me ook herinneren, dat is een paar maanden geleden, het was een soort klik.
toen je bezig was, ik zag daar niet veel van terug, zeg maar, dat je gespannen was. Je wist ook echt wat je aan het doen was. Dat is gewoon heel solide aan het uitvoeren. En veel extensie, veel vertrouwen. Ook goed de vorm geoefend. En heb je ook al je best wel gedaan. Dan leer je gewoon goed kijken hoe zit het nou precies. Ja, gewoon helemaal uit de mond. Dus, vlot en wimpel geslaagd. Dat is wel van tevoren, maar het is echt een bevestiging. Dus, ik ben ook heel blij om hier bij het 7e Q-certificaat in te geven. Alsjeblieft. Als je iemand voor me ziet, dan krijg je het gevoel wat bij de persoon past. En bij jou zie ik ook duidelijk dat er meer vertrouwen is gekomen. Het is echt ontwikkeld. Je was eigenlijk al verder met Aikido, hè? Een hogere graad had je al behaald. Je zegt toch van nou, laat maar gewoon maar 7e keer doen en dan gewoon het zo opbouwen. En vandaag zag het er ook heel solide uit. Ik zag niet de spanning die we normaal nog wel eens zien. Misschien voelde je het wel, maar dat was gewoon haast niet te zien. Het was heel solide, rustig. Ik wist dat het erin zat, ja denk ik ook wel, en het is eruit gekomen. Dus ook technisch ziet het er gewoon heel helder uit. Dus ja, super. Die al verder was qua graden. En ook zei van nou, laat mij gewoon maar bij 7 beginnen, maar onderhand deel je bij 6, dus dat gaat lekker, hè? We tellen het af. Ja, dat zie je ook terug. Je ziet gewoon in jouw Aikido, dat ziet er gewoon heel solide uit. Je bent ook iemand die heel goed oplet van hoe zit het nou precies. En vragen stelt van als je niet helemaal zeker weet. Nou, dat betaalt zich helemaal uit. Je doet gewoon echt haarscherp alles wat je moet doen. Niet soort stapjes, ik zeg maar, stapjes, boem, boem. En dat is gewoon heel helder waar ze het. Er zit ook wel een soort zachtheid en contact in met elkaar. Dat is wel fijn om te zien, want die hoge niveaus worden steeds belangrijker dat die contact goed is. Iedereen is afgeleid door een slijm met iemand hier zo. Ik ken het niet. Nee? Dat valt het meest op, hè? Nee, dus dat zit er al in en dat is mooi om dat verder te ontwikkelen. Bij iedereen, maar bij jou zeg ik het, jij neemt dat op als een spons. En dat is wel de kant verder aan werken, maar gaan werken om het nog beter te maken. Maar voor vandaag gezegd, ja, super. Ik heb een heel goed niveau gestaan, heb je laten zien. Dus, 6e Q. Zoals ik zo al zei, iedereen heeft zijn eigen ontwikkeling en bij jou zie ik dat ook heel duidelijk terug. Steeds meer vertrouwen. Hamid komt zo ook nog, die heeft ook zijn eigen manier van bewegen. Dat vroeg van jou ook wel goed gecentreerd blijven en initiatief nemen. Je bent een beetje shaky, maar heel snel pakt hij dat zo weer terug. Dat is iets wat je echt aan het ontwikkelen bent als ik vergelijk met hoe je binnenkwam en hoe je het nu doet. Ben je daar echt in gegroeid. Ook de technieken, je weet wat je moet doen. Ik merk me gewoon een beetje, tijdens een examen dan is dat wel lastig als ik een rijtje te zetten. Als ik dan wat langer door laat gaan, dan zie je gewoon alles terugkomen. Dus dat zit er gewoon in. Dat zit er gewoon heel solide uit. Dus dit is weer een mooi tussenstation. Weg naar het volgende pad. Maar ik vier nu even dat je 60 kilo hebt af. Dat is lijn.
persoon in ontwikkeling. En ook echt, die laat je ook echt zien. We hebben het er ook een tijdje geleden over gehad. En toen heb je ook wel er is een knop omgegaan. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar je Aikido is echt een stuk beter geworden. Meer solide. Minder het losse van, ik weet het wel. Het is nu meer van, nee, je bent gewoon echt gericht op wat je moet doen. En dat blijft ook goed zien. Toen zijn er altijd nog punten. Maar voor wat jij nu hebt laten zien, van dat je binnenkomt tot aan nu 60 kilo. Heb je echt het maximale eruit gehaald. Blijf gewoon verder met je werken en als je meewerkt, dan gaan we gewoon door. Dus heel trots om dit aan je te geven, 60Q certificaat. Stop met je broeren vechten en het gevecht aangaan en het Aikido daarin te zoeken. Maar dat doen denk ik wel nog een paar niveaus later. En dat is een kleine tip aan de zijkant. Alsjeblieft. Zeer solide uit. Tina vloog over de mat met vlagen en dan moest hij ook wel wachten. Het is erg solide, zeg maar. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat je dat stuk gewoon goed beheerst. Goed weet wat je aan het doen bent. Je hebt op de laatste tijd daar ook heel goed op gelet en goed getraind. Je bent er vaak geweest ook. En ja, dat betaalt zich ook duidelijk uit. Je zit op een punt om nu ook iets meer contact met de ander te ontwikkelen. Als goed contact, dat kon je zien, maar het zachter zijn, ook het gezicht wordt wat zachter dan als je uitvoert. Maar nu 60 kilo of 50 kilo is het echt gewoon al heel goed niveau dat jullie het zien. Dus, daarbij, we hebben ook veel contact met Stefan, die is nu weg. Je bent gewoon ontzettend druk bezig als penningmeester en doe je ook ontzettend goede zaak. Dus ook dat ding vind ik ook geweldig om te zien. Zo dat je blijft het zeggen, de Tino-energie die hier bezig is, is gaan te ontwikkelen. Je bent als assistent trainer weer bezig bij de kids en dat gaat ontzettend goed. De BMI is in aan het groeien. We verlopen vooral dat je het gewoon echt in je hebt om ook richting dojo-instructeur te groeien. En het zal ook iets training van dojo-instructeur eerst bij de kids. Vandaag in je performance zag je dat gewoon terug. Dat was zo glashelder, echt zo goed voorbereid. Alles precies zien zoals ik het probeer over te brengen. Dus ja, dat is heel fijn om naar te kijken. Waar zou dat gaan daarbij? Soms gaat het een beetje snel. Dat is nog even zoeken. Dan kijk ook naar hoe ga je daarin hervinden, zeg maar. Nou, dat is nog iets om lekker verder te ontwikkelen. Als het wat sneller allemaal begint te gaan, dan terug te brengen naar het goed onder controle. Maar het zag gewoon super uit. Zoals ik net al zei, is het een mooie tussenstation richting derde kilo. Je bent gewoon klaar voor om lekker gegooid te worden. Je hebt gegooid, dus we gaan bij aan de slag. Alsjeblieft.
vereniging hebben we weer een sprong gemaakt zo. 9 mensen die een 18 eigenlijk vandaag die een examen hebben gehaald. De kids hebben een gele en oranje banners. Ja, het is hartstikke leuk om te zien. Als ik dat leuk vind om het examen te doen, en daar werk je naartoe ook. Dan kan je het ook een beetje echt laten zien. Ja, nogmaals, het is natuurlijk een soort tool, het examen, maar eigenlijk is het een tussenstation op je groei. Maar laten we nog eventjes wel eens een mooie tussenstation hier. Moet ik iets zeggen over het examen of wil je het ook meemaken? Dus nog wel afgewerkt. Ik vind wel dat ik toch wel weer de schoenen in geef. Dat is wel blij mee. Het afgeleid was nadat je... Ja, dat heb ik wel nageleefd. Niet dat het serieus zo, maar het is gewoon, ik ben er echt met je hoofd van een heel andere deel ben. Ja. Het was gewoon net de weg kwijt om weer terug te komen van dit. Ik zeg maar geen tijd aan. Maar daar kan ik ook. Ja, dat is wel te zien. Sommigen voelen ook iets wat ik hier dan weer geleerd heb. Tijdens het examen is echt wel een zenuwachtig. Tijdens het examen vind ik het ook wel echt leuk. Dus ja. Ik zie het alleen op de tekst, maar als ik echt zo. Ik heb dat het maar blijft lopen, want ik zocht een goede plek om te stoppen. Ik heb er wel 3 rondjes gedaan. Dat was nog niet mooi. Misschien ja, ik hoorde van jou een beetje stoppen. Dat zie ik niet. Gewoon niet uit. Ik zie het wel. Nee, mooi, dus je vond het echt leuk. In het begin zei je net, maar op de laatste vond het echt leuk. Ja, ik word een beetje zenuwachtig, maar ik had ook het gevoel dat het goed geoefend wordt, zeg maar. En ik had al aangekomen met iemand getraind en toen eigenlijk wel goed kon. En later dat hij zei van, nog wat zachter, ja, ik ga wel echt mijn best doen, maar ik ben misschien iets harder dan in de gewone training. ik was ook een beetje zenuwachtig. Maar later ging het wel beter. Ik had een goede maat aan Gert. Ja. Vertrouwd. Ja, precies, dat stelt van. Je hebt van genoten? Ja. Ja. En die maat, klein beetje zenuwachtig dan. Niet heel erg. Ik ben natuurlijk blij dat ik als eerste kom. Dat is geen verhaal, dus het lijkt wel lekker van. Ja, lekker flauw. Je bent tevreden? Nou, kijk eens maar. Ja. Ja, ben jij tevreden? Ik had veel meer benieuwd. Oh ja. Ja. Ik had al mijn zenuwachtig. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb helemaal
7 uitgedeeld. Zelfgeest. Ik ben zelfgeest. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ook als iets mij tegenzit, is mijn geest nooit aangeslagen. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest die ik in woorden en daden uitdruk. Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest die ik in woorden en daden uitdruk. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze. Arigato gozaimasu. Misschien ten overvloede, we hebben natuurlijk 2 weken vakantie hierna. Dus dit was de laatste woensdag training. We hebben nog wel zaterdag training bijkomen. Zaterdag wil Nico de mat schoonmaken, dus breng je handjes. Dan gaan we hier. Weet iemand als ook die zaterdag komt? Ja, we mogen morgen ook blijven liggen met zondag. Want blijven liggen, ja. Plakactie. Is het schoonmaken en plakken. Zondag heb je het examen. De mat hoeven niet gelegd te worden 's ochtends, dus ik weet niet hoe het lunchteam zit, want er zijn heel veel handjes beschikbaar, dus geef even door als je iets nodig hebt. Ja, het zal wel op tijd zijn, zeker wel 9. Dat moet nog wel steeds gebeuren. Het wordt wel schoongemaakt hier, maar hij zei al de beren van ja, er wordt ook wel gebruik gemaakt van de zaal. Dus het is wel goed om even bezig om erin te halen en met de kleedkamers alles schoon te hebben. Dus dat moet er nog wel uit te zijn. En het is misschien handig qua lunch ook dat we hier voorbereid vrij alles van tevoren doen en al brengen. Ja, dus doos onderaan klaar. Dus. Reden jullie met z'n drie? Als je examen nog niet betaald hebt.
Jij, jij, jij.